Ja. Weet je, we naderen het EK. En dan moet je in staat zijn om even snel wat borrelhapjes in elkaar te flansen. Een belangrijk aspect daarvan is dat je keuken in orde is. En schoon en zo. Dat de bacteriën geen kans krijgen. Borrelhapjes, ja, een beetje snel in elkaar flansen. Weet je wel. Goed, dat ga ik demonstreren. Maar eerst even het volgende. Ja, jullie denken misschien, als koken niks mag, dat is mijn bord niet. Jullie denken misschien, als koken niks mag kosten, het bord van de buurvrouw. Als koken niks mag kosten, dat je dan verder ook niks hoeft te doen. Maar dat is dus niet zo. Een belangrijk aspect van koken is dat je de boel schoonhoudt. De borden bij de borden houdt, de messen bij de messen en de vorken bij de vorken. Een gezonde basis voor het koken is dat je discipline hebt. Discipline. Ja, ik heb discipline. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb het er helemaal mezelf aangeleerd. Dus discipline hoort ook bij dat je de vaatwasser regelmatig leeghaalt. En dus ook de vaatwasser regelmatig weer vult. Om dat wat te doen met kopjes. Kopjes, zo. Kopjes, glaasjes, zo. En niet te vergeten, lepeltjes. Lepeltjes, check. Dat zijn allemaal dingen. Dat moet je bijhouden. Maar voordat je het weet, lijkt het net alsof je weer terug bent in jouw studentenhuis. En dat is wel het laatste wat je wilt. Ik bedoel, je bent toch niet voor niks volwassen geworden. Laten we dat doen. Goed, bijhouden. Luister naar je moeder. Wat zei je moeder? Die moet het bijhouden. Als je nou elke dag echt benieuwd wat die het alles bijhoudt. Ja. Dan komt alles goed. Dan word je gelukkig mens. Dan studeer je af. Dan word je professor. Misschien wel minister. Alleen maar door gewoon elke dag even een kwartiertje de boel bij te houden. Goed. Gaan we dadelijk weer wat koken. Of niet? Goed, hebben jullie dat gehad? Dan zetten we de vaatwasser aan. Zo. Ja. Kijk, als je een hoop dingen koopt die niks kosten, nog je centen over. Bijvoorbeeld voor een vaatwasser. Ik ben zo blij met dat ding. Hè. Ik vind het heerlijk. En dat doet het! Ha! Oké. Okay. Voor het volgende. Wat ik al zei, in de aanloop naar het EK moet je natuurlijk wel in staat zijn om borrelhapjes te maken. En dan heb ik het over, in dit geval, over hele ouderwetse borrelhapjes. Namelijk de prikkertjes. Prikkertjes, weet je wel? De schaal met prikkertjes. En dan zit dan van alles aan, alles wat lekker is. Kaas, worst, ananas, augurk. Een zilveruitje. Laat ik dat nog toevallig allemaal in huis hebben. Kijk. Zo. Kaas. Kijk, dat hadden we vroeger niet. Dus tegenwoordig hebben we de kaas gewoon in. Kant en klaar in blokjes in een plastic zakje. Dus wat hebben we? Worst. Worst. Hier zo. Ha. Kost ook allemaal niks meer, man. Dit zijn hele goede koop hapjes eigenlijk. Ananas. Hele goede koop hapjes eigenlijk.
pak even een grote snijplank, want dat heb ik eigenlijk wel nodig. Ik heb zelf meerdere snijplanken nodig. Dus, ja, maar ik had het wel hygiënisch. Eens even kijken. Ik begin even met de worst. Hoeveel van die dingetjes je maakt is natuurlijk afhankelijk van de hoeveelheid bezoek die je hebt. Maar goed, kijk hier. Ik bedoel, dat het bezoek mag komen. Hetzelfde geldt voor die ananasschijven. En voor die augurkjes en de zilveruitjes. En met die kaas komen we ook een heel uit. Goed, ik ga even door. Komen we dadelijk terug. Nou goed, dan zijn we toch een heel eind, zeg maar. Kijk, dat is allemaal lekker hard. Voilà. Kijk, worst, augurk, ananas en kaas. Juist. En die hele zooi gaan we aan elkaar prikken met prikkertjes. Ik voel een beetje die kaas zelf. Voel een beetje die kaas zelf. En stukjes snijden. Dat hoeft allemaal niet meer. Kijken. Dat bedoel ik. Zo. Gaan we. Prikkertjes. Die zijn nog steeds gewoon te koop. Die ouderwetse prikkertjes, weet je. En nou is het gewoon een kwestie van boel aan elkaar steken. In een willekeurige volgorde. Maakt allemaal niet zoveel uit. Zo. Kijk, zie je, dat soort werk. Ik ga dat wel zien. Dan laat ik er ook even wat zilveruitjes bij doen. Dat geeft ook een lekkere, frisse smaak. Zo. Die kan er ook bij. Hopla. Ik zeg. Hey. Zo, hopla. Nou, en dat herhaal je dan gewoon totdat alles op is. Het hangt er maar net vanaf wat er het eerste op is. Zo. Zie je. En. Dit zijn dus lekkere borrelhapjes voor bij de tv, om te kijken als je ziet hoe Nederland aan het verliezen is, kijk dan geeft dit toch een zekere troost, weet je niet? Goed, zo ga ik nog even door. Ik kom dadelijk terug. Kijk. En uiteindelijk krijg je dus zoiets. Kijk eens even, kun je het zien? Dit is dus ook weer iets wat eigenlijk niks kost. Goedkope borrelhapjes. Ideale snack om te kijken hoe Nederland tijdens het EK verliest. De volgende aflevering bitterballen. Hey, tot dan.